Hoi allemaal, ik ben de laatste tijd flink verkouden en ziek geweest en privé liep het ook allemaal niet zo goed. Dus vandaar dat ik een tijdje geen filmpjes heb gemaakt, maar vandaag ga ik ondanks mijn verkoudheid naar Amsterdam, naar een event van de V&D en ik neem je graag mee. Nou, ja, hoe hang je een schilderij op, hè? Ja, dat is ook. Hij is laatst een beetje los. Ja hoor. Heel leuk, heel leuk. Ja. En hij is een beetje om de hoek kijken. Het vreemdje. Kan je dat? Ja, binnenin om de hoek, sorry. Weet je, als je zo, dat je een beetje zo kijkt. Ja, welk hoek je wil. Het moet niet krap achter zijn. Oké, hartstikke leuk. Dus dat was het event. Ik ben nu op Amsterdam-Bijlmer en ik moet nog een heel tijdje op mijn trein wachten, dus ik laat je nu alvast de inhoud van de goodiebags. In de eerste tas zat een shopper met daarin nog een shopper, dus ik zal alles eventjes daarin laaien. In stoppen. Informatie over sap, lingerie, broekje bij, een handig notitieboekje, een kortingsbon en de kers op de taart. Een heerlijk schoentje. En tot slot nog een lippenbalsem. Dat was de V&D-tas. Dan heb ik ook nog eentje van Ici Paris. Daarin zitten van die tabletjes. Ja, dat zijn eigenlijk geen tabletten, maar een soort kleine capsules. En daarin zit dan product, zeg maar. Een crème of net wat. Daar hebben ze in verschillende varianten mee. Een Ici Paris kortingsbon. Monstertjes. Dan van Clinique deze om je make-up mee te verwijderen.
een felroze lakje van Only You, Pink Party. En tot slot een body milk van Womanity, oftewel van Terry Mugler. Toevallig mijn favoriete geur. Dus dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.